Dit is een extra video in de GEDA tutorial serie en we gaan het hebben over het verbinden van nets. En we gaan beginnen met het volgende voorbeeld. Stel je voor, ik wil hier op connector 1, wil ik graag pootje 3 verbinden met dit signaal carry out pootje 14 op dit IC. Maar het is een heel groot schema geworden en die draad die zal kriskras door mijn schema moeten lopen om hem te verbinden. En dat vind ik lelijk en daarom wil ik het eigenlijk symbolisch oplossen. Nou, dat kan. Nets maak je dus door of van die blauwe lijnen te trekken, die we nets noemen, of je kan ze toevoegen als attributen van de symbolen. Van deze connector dus. Dat gaan we doen. Dus ik maak een nieuw attribuut. Dat heet net. En de syntax hier is signaalnaam. Dus bijvoorbeeld carryout. Dan een dubbele punt. En dat carry-out mag je zelf bedenken. Hè? Dan een dubbele punt. En dan de pinnummer waar het op moet komen. In dit geval pinnummer 3. Want ik heb hier pinnummer 3. Zo. Nou, en hetzelfde dus hier. Hier voeg ik ook een net toe. Op dit symbool. En de syntax weer. Signaalnaam. Carry out, dubbele punt, en dan dus de naam, het pootje van het symbool. Dus pootje 14, op dit symbool. Add, onzichtbaar, close. Nou, nu zal dus de netlister onder water snappen dat hij dit signaal op pootje 3 heeft dezelfde naam als dit signaal op pootje 14, dus die zullen wel bij elkaar horen. Nou, dat gaan we even checken. Kijk, het is gelukt. Pootje 3 is verbonden met pootje 14. En voor het mooie moeten we nog wel even aangeven dat hier een verbinding is. Dus dat maak je even een pijltje, gewoon met lijntjes. Een stukje tekst erbij. Carry out. En hier natuurlijk hetzelfde. Kijk, en nu is het voor de lezer van het schema ook duidelijk dat met die pijltjes dat deze twee signalen met elkaar verbonden zijn. Oké, een ander voorbeeld voor nets. Je ziet dat dit IC geen powerpins heeft. Hij heeft ze wel, maar ze zijn impliciet. Dat betekent eigenlijk dat ze onzichtbaar zijn en we nemen aan dat ze gewoon bestaan. Maar hoe sluit ik nou? Ik wil graag pootje 1 aansluiten op de plus en pootje 2 op de min. Ja, hoe doe ik dat nou? Nou, wat er is gebeurd bij het ontwerpen van dit IC, hebben ze attributen toegevoegd voor de powerpins. Gewoon nets eigenlijk. En die kun je zichtbaar maken, ze zijn nu onzichtbaar, door op EN te drukken. Kijk, nou deselecteer, dan zie ik dus dat VDD op pootje 16 zit en VSS op pootje 8. En dat betekent dus plus op pootje 16 en min op pootje 8. Dus als ik die hier ook ga toevoegen... Net. Ik wil dus VDD. Dit is hoofdlettergevoelig, denk erom. Hoofdlettergevoelig. VDD. Dat signaal hier wil ik hier op pootje 1 hebben. Pootje 1. Add. En ik bewerk nu de attributen van mijn connector. Hè? Close. Dus nu moet ik op pootje 1 de plus hebben. Dat klopt. Kijk, pootje 1 gaat naar de plus. Oké. Okay. Nou, wist ik deze weer eventjes, want ik wil het anders laten zien. Delete. Dus nou is onze verbinding met VDD is weer verbroken. Nu gaan we het VDD symbool invoegen. Kijk, zo. Close. Is gewoon een symbool met één pin. En die heeft standaard al een net, wat heet VDD op pootje 1. Want hij heeft maar één pootje. Alleen is dat VDD hier geschreven in kleine letters en het hoort in hoofdletters. Beetje jammer. Dus als we die willen gebruiken, dan moeten we dus toevoegen. Een net VDD. En nu overschrijven we gewoon het standaard symbool of het standaard attribuut.
Zo, nou, dat is iets netter, want nu hebben we een mooie marker die zegt hier zit VDD. En dan ja, is dat beter. Voor de min hebben we natuurlijk ook VSS-symbolen. Kijk, die zouden we kunnen gebruiken voor de min. Deze. En je ziet hier ook al dat hij dus VSS als attribuut heeft. Alleen ja, met kleine letters. Maar we gaan het even anders doen. We gaan een ground symbool toevoegen. GND. Ground. Kijk, die heeft dus als net GND op pootje 1. Hij heeft ook maar één pootje. Die voegen we eventjes hier toe. En wat we dus ook kunnen doen, in plaats van deze connector of dit ding een attribuut geven, zodat die matcht met de VSS van deze. Maar we kunnen ook gewoon deze aanpassen. En zeggen, net deze heeft een GND op pootje 8. Het onzichtbaar. Dus nu hebben we dus, zo. Kijk zo. Nu hebben we dus GND net gemaakt op pootje 8. Hij had al een VSS op pootje 8. Nou, hiervoor zal geen match worden gevonden. Maar deze matcht met deze. Dus hier zal een verbinding ontstaan. Nou, laten we kijken of dat klopt. Save. En ja hoor, dat klopt. Dus door nets met elkaar te verbinden met behulp van het attribuut net, zoals hier, net, signaalnaam, dubbele punt, pinnummer, kun je dus verbindingen maken zonder dat je die blauwe lijnen ziet. Een soort virtuele verbindingen. En dat kan je schema erg opschonen als je rare lange draden hebt of heel veel paralleldraden. En het is soms ook de enige manier om bijvoorbeeld de power aan te voeren aan dit soort IC's. Nou, dit was de tip. Veel succes met de GEDA-projecten en tot de volgende keer.